Ja, dan sta je gewoon broek uit. Dat is toch romantisch? Ja, dat is super romantisch, ja. Okay. Nou, ook onder de kussen bijvoorbeeld een cadeau gelegd. Dit is mijn seksmobiel. Hier ontvang ik iedere week een gast met wie ik al jullie seksvragen beantwoord. Want ja, over seks raak je nooit uitgeluld. Heb jij nou een vraag? Laat het ons weten. Abonneer en druk op het belletje als je niks wil missen. En de gast van deze week is Sam Hofman. Ben je zenuwachtig of valt het wel mee? Ik ben heel benieuwd gewoon hoe het werken met Kim gewoon is. Ik heb alweer echt zenuwen voor de shoot. Ik merk al wel weer echt van, oh ja, fuck. Het gaat zo weer gebeuren. Hey! Moet is dit je meest blije? Ja. Moet ik meegedacht Nee, je moet helemaal niks. Okay. Ik ben gewoon blij dat je er bent. Ik ben ook blij dat ik er ben. Dit moeten jullie wel even weten. Ik ken je natuurlijk een beetje. Ja, wij kennen elkaar een beetje. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, is dat... Weet je, je bent dan niet zo'n type van kijk mij nou. Nee. Maar hoe lukt het jou dan toch in het programma om wel bijvoorbeeld voor zo'n fotoshoot die zelfverzekerdheid te krijgen die je nodig hebt? Ik ben best wel iemand als ik anderen iets zie doen, dat ik denk van nou dat kan ik ook. En ik ben echt iemand die dan gewoon letterlijk afkijkt. Je haalt het echt uit je tenen en je gaat echt ook heel positief denken. Dus je denkt alleen maar aan de positieve dingen die bijvoorbeeld de afgelopen ochtend zijn gezegd. Ja. Of je denkt even aan je vriendin die zegt van ik kan het en let's go. En... Ach, dit is al zo'n goed advies. We gaan door naar de vragen. De eerste vraag. Hey Jurre en gast. Mijn eerste keer seks kwam ik al best wel snel klaar. Hebben jullie misschien tips om dat uit te stellen? Of hoort dat gewoon bij de eerste keer seks? Ik heb een soort truc. En dat is gewoon... Als je het voelt aankomen, moet gewoon even mee stoppen. Ach, dat kan ik niet. Nee? Nee, maar dat is toch ook zo'n kut truc? Ja, maar het werkt wel. Ja, nou, dat zeker. Vind ik zo knap, maar hoe lukt je dat? Dat is even ontdekken. Van eruit halen. Ja, gewoon even dan zeg je, dan wacht je echt 3 seconden en dan kan je weer. Niet gek dat dit bij je eerste keer gebeurt. Nee. Want je eerste keer is gewoon zo super geil. Dan denk je echt, oh my god, wat gebeurt er überhaupt? Ja. Dus dan kom je gewoon heel snel. Dat heeft bijna iedereen, denk ik. Mm-hmm. Maar hoe was dat bij jou de eerste keer? Ja, ik kwam de eerste keer niet klaar. Oh, had je zoveel stress? Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Het was gewoon heel geil, dat sowieso. Mm-hmm. Maar... Ik weet het niet. Het kwam gewoon niet. Het gebeurde niet. Ik denk dat het toch iets mentaals is dan. Maar het is gewoon, net zoals met vroeg klaarkomen of niet klaarkomen... Mm. Het is gewoon zo'n spannend moment... Ja. Waardoor je echt denkt, what the fuck ben ik aan het doen? Ja. En daardoor is het of heel geil... of je hebt zoveel stress dat je niet komt. Maar dat is zo normaal. En ja, wat je daaraan kan doen, is hem dus er of uithalen... Ja. Als je te snel komt... Of je kan vooraf gewoon even rukken. Zodat er gewoon wat, dat werkt wat stoom van de ketel gewoon. Is. Ja. Stel dat je nou echt nog meer vragen hebt over te snel klaarkomen, dan is daar ook een Emma's Piepshow. En die is waar? Hier te vinden. Daar. Hallo, waarom vinden jongens het geil om tijdens het neuken hun vinger een beetje in mijn mond te stoppen? Dit is me gisteren overkomen en nu vraag ik me dat af. Ja, het is een soort van beestachtig ding, toch? Ik doe het ook wel eens. Dat ik dan zo die vinger zou en dan trek ik aan die mondhoek. Okay. Maar ja, ik weet niet waarom ik dat chill. Doe jij dat nooit? Nee, dat valt wel mee. Eigenlijk niet. Ik doe meestal gewoon even dit, zachtjes. Oh ja. Maar ja. Mond niet echt, nee. Ook nice. Nou ja. Misschien een keer proberen. Ja. Ik snap het wel, zeker. Ja. Die ga ik proberen. Maar ja, als jij dat niet chill vindt dat er telkens zo'n vinger in je mond gaat... dan moet je dat gewoon zeggen als je dat niet chill vindt. Hoi Jurre en gast. Ik heb een crush op een jongen van 1 jaar hoger. Op social media heb ik hem bericht, maar reageert hij altijd een beetje droog. Hoe kan ik met hem in contact komen? Groetjes, een trouwe kijker. Maar is op social media niet iedereen droog? Ja. Ja, het is gewoon niet zo'n goede maatstaaf hoe iemand online reageert... om daar iets van te vinden. Ja. Ik ben op social media heel gezellig. Het echt ook niet. Het is echt heel droog. Ja, maar je kan toch ook gewoon in het echt naar hem toestappen en zeggen... Tering, jij bent zo droog op social media. Ja, het begint denk ik ook een heel leuk gesprek. Ja. Als je zegt, Jezus, als je naar hem toe loopt en je zegt... Jezus, ben je ook zo droog in het echt als op internet? Ja. Misschien is die fucking grappig en heel open en misschien werkt het. Yo, Jurre en gast. Ik ben een jongen van 15 en laatst op weg naar huis van school had ik de drang om af te trekken. Dus heb ik mezelf in het bos afgetrokken. Van mij de vraag is dit raar dat ik dit heb gedaan? En heb jij dit ook wel eens gedaan? Ja, ik heb het wel eens gedaan. In het bos ook echt? In een soort van bos. En waarom? Ja, weet ik niet. Daar had ik toen heel veel zin in. En dat was eigenlijk best wel chill of zo. En ging je dan gewoon in je eentje zo, ja, in een bosje zo? Ja, dan sta je gewoon in je eentje zo. Ja, dan sta je gewoon broek uit. Ja, maar het is toch hetzelfde als dat je als met je vriendin of met weet ik veel wie door een bos fietst. Hebben we even zin in seks? Dan doe je dat toch ook gewoon?
Ja, ik heb dat dus nooit zo. Maar ik snap wel, ja, dat je dat... Ja, nou, ja, leuk toch, dat je dat ja, hebt? Ja, dat is best wel chill. Ja. En dan vind ik ook dat dat best wel moet kunnen daar. En vond je het dan nog voor jezelf extra geil of zo? Dat je dacht, oh ja, nu doe ik dit alleen, stiekem. Je doet het niet zomaar, dus je bent al een beetje van... Oké, ik heb hier zin in. Maar niet extra of zo. Nee, ja. Valt mee. Ja, ik heb het dus niet in het bos gedaan, maar wel op andere plekken inderdaad. Dat ik gewoon zo'n zin had om af te trekken. Mm. Bijvoorbeeld bij mijn oma of zo. En echt dat ik dan zei... Ik ga even poepen en dan ging ik gewoon stiekem heel snel aftrekken. Oh, ja. Maar ook omdat ik wist dat er druk achter zat, dan kon ik extra snel klaarkomen. Ja, nee, ik zou dat bij een ander thuis dan weer echt totaal niet durven of zo. Nee, maar dat is toch juist leuk? Moest je het super stil, moest je dat dan doen? Maar weet je, dit is heel normaal wat je doet en schaam je er niet voor. Nee. Ik ben een meisje en heb al 6 maanden een relatie. We zijn in bed ook erg actief. Ik ben van mezelf een erg romantisch persoon, maar hij dus niet en dat zit me erg dwars. Ik heb al een paar keer met hem het erover gehad dat we eens in de zoveel tijd dan iets met romantiek kunnen doen, maar dan zegt hij dat het niks voor hem is. Wat kan ik nu het beste doen? Wat is het meest romantische waarvan je echt nu zelf denkt van nou, dat ik dat heb gedaan? Met mijn vriendin bijvoorbeeld heb je gewoon een fijn avondje en dan ook onder de kussen bijvoorbeeld een cadeau gelegd. Oh ja? En dan lig je zo lekker met z'n tweeën en dan... Zegt ze, hè? Dan zeg ik, nee ja, toen zei ik, hè schat, kijk anders even onder je kussen. En daar ligt daar dan een cadeau. En wat had dat je dan gekocht? Dat is superleuk. Wat heb ik toen gekocht? Oh, erg te... Jawel, een t-shirt. Ja, een heel mooi t-shirt wat ze wilde hebben. Dat is toch romantisch? Ja, dat is super romantisch, ja. Okay. Maar dat is een hele goede tip, weet je. Laat gewoon dat woord romantiek los, want dat is gewoon iets te bombastisch en heftig. Ja. En ga gewoon op zoek naar iets leuks wat je dus voor hem kan doen. En dan doe je dat en dan zegt hij, oh leuk. En dan zeg je, ja, dit bedoel ik dus. Ja. Zodat hij dat dan misschien ook een keer bij jou kan doen. Ja. En dan komt het wel eens terug. Ooit komt het wel goed. Hallo Jurre en gast. Ik heb 2 jaar geleden ooit eens een naaktfoto met hoofd gestuurd naar een onbekend iemand. Ja, dit is dom. Ik heb hier heel veel spijt van en ben bang dat deze ooit nog gaat lekken. Is de kans groot na 2 jaar? Nou, ik wil niet per se gelijk zeggen de kans is groot. Maar ja, er is een kans dat dat ooit een keertje uitlekt. Ja, je zegt natuurlijk wel dat je naar een onbekend iemand hebt gestuurd. En als diegene niet je naam en je achternaam weet, dan is dat natuurlijk ook al wel alweer zeker wat veiliger. Maar heb jij het wel eens gedaan? Ik heb wel eens een naaktfoto gestuurd. Ook met je hoofd? Met hoofd, ja. En ben je daar nu heel bang voor? Nee, totaal niet. Hoezo niet? Want ik heb hem namelijk ook op mijn telefoon, wist je dat? Nee, ja, je doet dat in vertrouwen. Dus het was geen onbekende voor jou, maar wel een bekende? Ja, zeker. Ja. Ja. Zou je dat nooit doen, naar een onbekende? Nee, daar zit ik dan ook gelijk aan te denken, dat zou ik nooit doen. Ik heb het wel eens gedaan, vroeger echt. Dat ging dan ook, had ik er gewoon veel te weinig over nagedacht. En dan was het echt gewoon een onbekend iemand. En dan, hier heb je hem. Ja, en dan ook met mijn hoofd. Ja, maar weet je, leven met angst heeft gewoon geen zin. Nee. Want je weet niet hoe het gaat uitpakken. Het is nou eenmaal gebeurd en je gaat het nooit meer doen. Dus wees daar blij mee. Ja. Maar weet je, die angst is gewoon veel te groot. Ja. Nee, kom maar goed. All I know is la 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 la. De sekslijn. Welk huis, tuin en keukenattribuut is het best geschikt als seksspeeltje? Vroeger heb ik pennen in mijn reet gestopt. Pennen? Ja. Maar pennen zijn heel dun. Ja, weet je hoe klein mijn anus is. Maar ik vond dus op zich met die pennen dat niet per se heel prettig was. Nee, dat snap ik. Dus pennen is geen advies. Ja, het is lastig. Want ik zou eigenlijk alle groenten en fruit en zo zou ik al niet doen, want dat breekt af. Ja, breekt dat af? Als je ineens schrikt. Maar een vibrator is wel echt veel chiller. Jij bent. Waar trek jij de lijn bij vreemdgaan? Nou, ik heb dus ooit, het is heel heftig, mijn ex ging dus heel heftig vreemd. Echt een paar maanden lang. Die had dus ook echt dat ze dan 's nachts met die gast sliep en dan 's avonds weer met mij, zeg maar. Maar die gaf ik dus na heel dat vreemdgaan gebeuren, toen ik erachter kwam, een tweede kans. Toen kwam ik er dus achter dat ik na die tweede kans, als ze tijdens, toen ik het weer helemaal had opgepakt met haar, dat ze nog met die gast vreemd ging. En toen dacht ik, oké, fuck. Ja, dat blijf je wel forever onthouden. Ach, dus het moest zo zijn dat jij dit kaartje pakte. Zeker, denk het wel. Ja. Oké, doei Sammy. En dat was hem voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Heb je nou een vraag, laat het ons weten. Abonneer je hier en hou hem hard.